Hallo, ik ben Lex van Hees en welkom bij cdtapes.k, dit keer Barcelona. Zo'n 2000 jaar geleden is Barcelona gesticht en bewoond door de Romeinen. De Romeinen noemden Barcelona Barcinico. De stad telt nu zo'n 2 miljoen inwoners. Dit is het La Pedra, waar Gaudi woonde. Antonio Gaudi heeft van Barcelona een wereldstad gemaakt. Hij heeft onder meer deze kathedraal ontworpen, de Sagrada Familia. Maar ook heeft hij het Parkwell ontworpen en het La Pedra. Nog veel meer natuurlijk. De eerste steen in dit gebouw werd in 1882 gelegd. Toen was de Sagrada Familia nog niet in de handen van Gaudi, die pas een jaar later de macht over deze kathedraal kreeg. Deze kathedraal is nog steeds niet af. Verwacht wordt dat hij af is, is pas in 2025. De bouw van deze kathedraal heeft in 2007 een paar maanden stilgelegen. Dat kwam omdat er geen bouwvergunning was en omdat de gemeente niet de kosten van de bouw wilde betalen. Daarom kost het op dit moment nog geld om de kathedraal te bezoeken. Dit is op 55 meter hoogte van de kathedraal. Je hebt een prachtig uitzicht over de stad. Overigens kun je nog verder in de top. Dit is Parkwell, ook dus ontworpen door Antonio Gaudi. Dit was zijn grootste project aller tijden. Parkwell is vooral bekend geworden om de mooie golvende mozaïekbankjes die zich aan het begin van het park bevinden. In het park zelf treden veel artiesten op om zo geld te verdienen. Dat doen ze in de vorm van muziek. Zoals ik al zei, de stad is vooral bekend geworden door de stijl van Gaudi. Ook de stijl van Gaudi is hierin terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld deze mozaïek, dit mozaïekplafond onder de mozaïekbankjes. Dit zijn dan de golvende bankjes die een prachtig uitzicht leveren over het hele over heel Barcelona. Parkwell ligt op de heuvel van Barcelona. Camp Nou, het voetbalstadion van SC Barcelona. Camp Nou is het grootste voetbalstadion van Europa met zo'n 100.000 zitplaatsen. In en rondom Camp Nou zijn veel kraampjes te bekennen waar veel handelaren spullen van Barcelona proberen te verkopen. Barcelona zelf heeft nog een grote megastore. Dat is de officiële fanshop van SC Barcelona. Die zich zijn. Kamers van het uitspelende team in Camp Nou zelf. Je krijgt een prachtige rondleiding die je zelf kunt wandelen en het tempo wat je zelf wil. Hier ziet u het veld van Barcelona. Het stadion bevat zo'n 3 ringen. De tweede en derde ringen zijn ze het grootst. Dit is Camp Nou gezien vanaf de hoogste plaats. Camp Nou gezien.
toen van de wedstrijd. Er is ook een groot eventueel instelling. Dit is het standpunt van